ruikt hier zo lekker. Het rookt ook wel lekker. Goedemorgen! Vandaag is het donderdag en het is Hemelvaartsdag. En ja, Dexie zit weer eens te blaffen. Mama en ik weten nog niet precies wat we gaan doen en we hebben al een shakeje gemaakt. Mama vertelt er nog wel even. Zo, nou, goedemorgen! Het is Hemelvaartsdag en we gaan er een hele leuke dag van maken. Oh, en nu kijk ik een keertje in de lens, hoor. Dit is Bart, die in de lens kijkt een keer. Yay! En ik doe zelf ook heel erg mijn best. En ik ben een lekker scrambled eggje aan het maken. Woehoe! We are under the way to the rollende keukens. We zijn gewoon Nederlands, hoor. Oh ja, we zijn gewoon Nederlands, maar we gaan naar de rollende keukens. En ja, dus we zitten nu in de auto. Kunnen we even lekker met eten? Ja, dan gaan we daar even vol stoppen met eten. Even heerlijk eten en nog eens eten en een beetje spelen en zo. We go to Rolling Kitchens. Rolling Kitchens. Rolling Kitchens. We are going to Rolling Kitchens. Rolling Kitchens. Sun is shining. Ja, zeker. Oh, wat een weertje. Word maar wakker. Hey, liefje. Hey. Oh, we zijn helemaal in slaap gevallen. Heb je er wel zin in, schat? Die andere moet je hebben, die ernaast. Heel goed. Wat jammer dat ik jullie geen geur kan meegeven, want het ruikt hier zo lekker. Het rookt ook wel lekker. Ik zit niet heel vol. Ja. Ik had voller gekund. Je hebt 4-5 poffertjes gegeten. Ja, en dat we. Je hebt natuurlijk wel dat Indiaanse. Indische. Kip met. Dat is wel heel lekker. Met couscous. Nee, kip met krieltjes en couscous. Mama heeft 7 of 8 poffertjes gegeten. Ik heb wel 7 of 8 poffertjes als toetje gegeten. En 2 biertjes gedronken. Die voel ik best met dit zonnetje. Lekker, hè? Jola vond het niet zo heel erg leuk, maar dat was vooral vanwege haar teenpijn. Verkeerde sandaaltjes gekocht gisteren, waardoor ze nu last van haar teen heeft. Dus niet aan te raden, goedkope slippertjes kopen. Want dan krijg je last van je tenen, hè? En nu wil ik gewoon zo'n receptere onderzoekjes. Ja. Ik voel me zo ontzettend wit naarmate het meer zomer gaat worden, realiseer ik me dat ik echt wat moet doen aan mijn witheid. Wat moet ik doen, mensen? Spraytan? Spraytan mag niet toch als je zwanger wordt? Nu wel, als je zwanger wordt, alleen niet meer zwanger bent, had ik gevonden. Ja, dan moet je het nog even doen voordat je zwanger bent. Ja, maar spraytan is er zo weer af. En helemaal als je daarna in de zon gaat, dat is super vet lelijk. Oké, dus die zeg je dus eigenlijk zelf dat die afvalt. Ja, oké, volgende. Nou ja, of wat ik laatst zei, onder een zonnebank en dan iets over mijn hoofd. En dan mijn hoofd met zelfbruiner of zo. En die crème, mag dat niet? Ja, maar dat ja, dan moet ik even een goeie hebben. En dat mag ook als je zwanger bent? Nee, niet. Het is zo lastig, door die plexer mag ik dus eigenlijk helemaal niet in de zon met mijn gezicht, nog steeds niet. En dat begint nu toch wel echt lastig te worden. Nou, we gaan nog eventjes een filmpje kijken boven private time. En bedankt voor het kijken naar deze vlog van deze dag. Vergeet niet te abonneren, want dat is gratis. Dankjewel.